Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze video uit de reeks Lekker, Gezond en Betaalbaar Koken. Ik ben Loes en naast mij staat mijn collega Tali. En samen gaan wij een hele reeks video's opnemen om jullie te laten zien hoe je gezond, lekker en betaalbaar kookt. Een kleine shout-out naar de Mensis en de gemeente Oost-Gelre voor het mogelijk maken van eigenlijk dit hele project. De kookworkshops, deze video's en de supermarktsafari. Laten we van start gaan. Vandaag gaan we beginnen met een heel lekker ontbijtje. En dan heb ik meteen een vraag, want er wordt vaak gezegd door experts dat ontbijten het belangrijkste moment van de dag is. Mm-hmm. Is dat eigenlijk wel zo? Nou, weet je, het ontbijt is belangrijk, dat zeker. En eerlijk gezegd heb ik zelf altijd echt de avond van tevoren, als ik in bed lig, dan zit ik alweer te fantaseren wat ik de volgende dag zal gaan ontbijten, wat ik zal gaan klaarmaken. Maar je hebt mensen, weet je, wie 's ochtends gewoon echt nog geen zin in hebben in het ontbijt. Jij bent er zo'n eentje? Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Die mensen heb je die het 's ochtends gewoon niet goed kunnen verdragen of nog geen zin in hebben. Ja. Wat je dan kunt doen is het ontbijt klaarmaken en het gewoon meenemen voor een uurtje later. Ja, lijkt me een supergoeie tip. Ga ik in ieder geval doen. Laten we gewoon direct beginnen. Ja, laten we beginnen inderdaad. En maak het gezellig voor jezelf. Lekker ontbijtje en maak er een feestje van. We gaan een lekkere mugcake maken uit de magnetron of uit de oven als je geen magnetron hebt. Voor deze cake heb je het volgende nodig. Een goed rijpe banaan, een ei en 3 eetlepels havermout. En als garnering kies je wat je lekker vindt. Het kan zijn een eetlepel kwark, ongezoute muesli, diepvriesfruit of vers fruit, bijvoorbeeld blauwe bes. Om dit recept klaar te maken heb je het volgende nodig. Een hittebestendige mok, een bord en een vork. Prak in een mok de banaan fijn. Roer het ei erdoor. En voeg de havermout toe. Verwarm de mok 2 minuten op vol vermogen in de magnetron tot de cake gaar is. Draai de mok om op een bord en garneer de cake met lekkers. Dat kan zijn een eetlepel kwark, een beetje ongezoute muesli, ongezouten noten, diepvriesfruit of vers fruit, bijvoorbeeld blauwe bes. En eet smakelijk! Bedankt voor het kijken en dan nog heel even dit. Stel, je hebt wel zin om te ontbijten en je wil variëren, hoe pak je dat aan? Het makkelijkste is om daar gewoon eens over na te denken. Of een stukje voorbereiding. Weet je, 's ochtends hebben we vaak geen tijd en ook weinig creativiteit. Dus als je van tevoren vast bedenkt weet je, wat je de volgende dag gaat ontbijten, weet je, dan kun je het gewoon voorbereiden. Kies bijvoorbeeld 3 ontbijtjes en herhaal deze. Zo kies je bijvoorbeeld op dag 1 voor een ontbijt met zuivel. Op dag 2 voor een warm ontbijt met havermout of printa. Op dag 3 voor een broodontbijt. En dan dag 4 hetzelfde als dag 1, dag 5 hetzelfde als dag 2, dag 6 hetzelfde als dag 3. Nou ja, dan heb je nog 1 dag over en dat is de zondag. En de zondag is vrije keuze. Ideale dag om lekker naar de bakker te gaan, broodjes uit de oven. Yeah! Wat je lekker vindt. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Yes, doei! Doei!